Nou, voor mij is onlangs juist aangekondigd dat het nog eerder gaat stoppen. Dus men is nu aan het kijken naar de gasopslagen die je daar hebt, inderdaad. Dat ze ook een aantal van die grote velden gevuld hebben voor het geval dat we te weinig hebben. Ja. Maar die productie die gaat de komende jaren gewoon afgebouwd worden. Ja. En er kan geen situatie ontstaan, stel dat er echt een nijpend tekort ontstaat, dat er toch een paar miljard kuub uit worden gepompt. Nou goed, dan zou je in een Europees verband ook moeten kijken of er andere landen zijn waar iets mogelijk is. Noorwegen heeft ook veel gas natuurlijk. Dus dat is wat ons betreft echt niet de route die we moeten gaan bewandelen. Okay. Op de lange termijn ligt dan ook natuurlijk weer het woord kernenergie op tafel. Ja. Wordt vaak over gepraat in verschillende verkiezingsprogramma's. Gaat dat nou eens afgetikt worden in de formatie? Dat is wel onze inzet, vanuit de VVD in ieder geval. Kijk, kernenergie gaat niet de crisis oplossen waar we dit jaar in zitten rondom energie. Dat duurt ook gewoon 8 tot 10 jaar voor een nieuwe centrale gebouwd is. Tegelijkertijd hebben we ook met elkaar afgesproken dat we minder CO2 willen uitstoten. Dat we af gaan stappen van kolencentrales onder andere. Nou, die laatste kolencentrale in Nederland sluit in 2030. Dat is, qua tijdslijn komt dat best wel goed overeen met die 8 à 10 jaar voor kerncentrales. Ja. Dus die zou je daarmee kunnen vervangen. En die stoten ook geen CO2 uit. In die zin is deze crisis, nou ik zal niet zeggen een blessing in disguise, maar het toont natuurlijk wel aan dat we al eerder om hadden gemoeten. Want we zijn van die fossiele shit van Poetin afhankelijk. Ja, dit moet ook een leermoment zijn wat ons betreft. En daarom zeggen we ook van kijk even naar die korte termijn. Daar moet nu onder heel veel druk iets bedacht worden om die mensen te helpen en om die bedrijven te helpen. Maar tegelijkertijd moeten we ook die kans pakken om na te gaan denken over de energiepolitiek die we als Nederland willen gaan bedrijven. Ja, natuurlijk. Dat zijn jullie 20 jaar geleden toch ook? Ik zit al 7 maanden, dus ik heb 20 jaar niet gezegd. Maar dit wordt al 20 jaar geleden. Ja, ik weet niet beter dan dit. Ja. Maar je bedoelt dat kernenergie... maar dat is VVD volgens mij redelijk alleen in altijd. Oké. CDA misschien een beetje. Het begint nu wel breder gedragen te worden. Zowel in de Tweede Kamer is er een ruime meerderheid voor. Nou, voor het eerst in tijden eigenlijk. En in de samenleving ook. Dus het lijkt nu wel dat het op gang komt. En ook omdat er van die kolencentrales willen Er werd vaak gezegd, de markt is niet geïnteresseerd. Ja. Maar het zal met deze energieprijs misschien anders zijn. En het duurt eeuwig. Als wij nou bij de Fransen gewoon aanbellen en zeggen, knal een paar van die centrales bij ons neer. Want ze hebben er zelf, geloof ik, 70% van de Franse energie komt uit kerncentrales. Ja. Hoe snel kunnen ze er staan? Nou, de inschattingen die we nu hebben gehad in de onderzoeken is 8 à 10 jaar voorlopig. Mm. Dat zou misschien sneller zijn als de Fransen ons hele goede tips geven. Maar dat gaat niet volgend jaar gerealiseerd kunnen worden. Rutte deed er al één cadeau hè, in de verkiezingscampagne in Groningen. Veel mensen maken zich natuurlijk zorgen om dat kernafval dan. Dat is ook een grote reden waarom partijen nog niet per se overstag zijn. Dus denkt u dat het gaat lukken om ook bijvoorbeeld Partij voor de Dieren en andere linkse partijen mee te krijgen? Nou, ik denk niet dat je elke partij gaat meekrijgen. Want sommige partijen zijn ook gewoon vanuit hun ideologie tegen het concept van kernenergie. Maar je zou wel een grote groep in de samenleving moeten kunnen meekrijgen. Maar het kernafval, nogmaals, de centrale in Borselen, het levert kernafval op. Het gaat om een kliko ongeveer per jaar. En dat wil je niet in je tuin hebben. En dat moet je wel goed borgen. Het is toch zuur allemaal. Hè? We hebben eigenlijk zoveel tijd verloren laten gaan, zou je kunnen zeggen. Dat we dus nu de komende jaren afhankelijk zijn van Vladimir Poetin. Ja. En ik weet niet of jullie die toespraak van hem hebben gezien. Hij heeft ons gewoon te pakken. Hij heeft ons bij onze staart. Totaal. En hij speelt met een muis die nu wat gas gaat geven, wat ruimte. Ja.